Welkom bij de webinar Data invoeren in de GIZ1 Datapool voor Do-it-zelf tuin en dier. In deze webinar ga ik je rondleiding geven van onze webinterface. We gaan een artikel aanmaken, verschillende soorten data invoeren. We gaan een artikel wijzigen en beëindigen. En ik zal het gebruik van Excel toelichten. De vernieuwde GIZ1 Datapool is aansluitend door en voor GIZ1 organisaties gemaakt. Onze levensmiddelen- en drogisterijsector maakt hier nu al gebruik van. En het Benelux-model voor Do-it-zelf tuin en dier wordt later ingevoerd. Momenteel maak je wel gebruik van tijdelijke instructies voor het invoeren van commerciële velden. Op het moment dat je een artikel voor de eerste keer invoert, zal het je opvallen dat aan de rechterkant de fouten en waarschuwingen weergegeven wordt. Je kan het artikel pas echt publiceren als al deze fouten zijn opgelost. In de Excel download is een sheet toegevoegd met daarin de fouten en waarschuwingen. Om deze data correct in te voeren, maak gebruik van het GIZ1 Benelux datamodel. Je kan deze vinden op gizn.nl/dhz-tuin-dier. En om er zeker van te zijn dat je de meest recente versie gebruikt van het datamodel, kun je deze het beste openen via onze eigen website. Dit is het inloomscherm voor onze nieuwe webinterface. Als je nou actief bent bij twee bedrijven of je hebt een afnemersaccount, dan heb je hierin de mogelijkheid om een keuze te maken tussen deze bedrijven. Dit is het startscherm voor onze nieuwe webinterface. Je ziet hier een aantal kolommen in staan. Je hebt de mogelijkheid om de kolommen hierin te verwijderen of juist de kolommen hieraan toe te voegen. En je kan hier ook de volgorde hierin aanpassen. Boven zie je een aantal tabbladen staan. Bij berichten krijg je te zien op het moment dat je een artikel gepubliceerd hebt naar een retailer toe. Dan zie je hier of het artikel gesynchroniseerd is of goed verzonden is. Volgens bij taken krijg je een overzicht te zien op het moment als je een Excel-bestand uploadt. Of deze goed is gegaan of deze fouten bevat. Daar kom ik zo meteen verder op terug. Bij abonnementen kan je controleren of jouw retailers een correcte abonnement op jou aangemaakt hebben als GLE. Mocht deze niet correct opgebouwd zijn, dan zul je data ook niet aankomen. Dus hierin kan je nog eens dubbelchecken. Bij het tabbladje Media heb je de mogelijkheid om foto's toe te voegen aan je artikelen. Daar kom ik zo meteen ook op terug. En bij gebruikersbeheer heb je dezelfde mogelijkheid om jouw collega's toe te voegen of te verwijderen en ook een rol hierin aan te passen. We gaan nu een nieuw artikel aanmaken. Als eerste vraagt hij om de GTIN. Hier voer je de GTIN in altijd gevolgd door een voorloop 0. Hierarchisch niveau geef je aan of het om een consumenteneenheid, omdoos of een pallet gaat. We gaan een consumenteneenheid opvoeren. We publiceren dit binnen de Nederlandse markt. En indicatie consumenteneenheid is eigenlijk de vraag of het artikel langs het kassasysteem gaat. Dat is waar. Gaan we door naar volgende. Bij GIZ1-classificatiecode kan je hier je BRIC-code invoeren. Mocht je deze niet bij de hand hebben, dan kan je deze hier ook gewoon intoetsen. En kun je hier naartoe zoeken naar je BRIC die je nodig hebt. Volgens gewoon naar volgende toe. Krijg je één keer een bevestiging. Controleer dit goed, want deze gegevens kan je later niet meer aanpassen. Volgens de artikel maken. Aan de rechterkant zie je nu allemaal fouten vermeld staan. Dit zijn de verplichte velden die ingevuld dienen te worden. Zonder deze fouten eerst op te lossen, zal het artikel niet gepubliceerd kunnen worden. We gaan deze gewoon aflopen. Bij volledige omschrijving vul je de merknaam in, functionele productnaam, inhoud en de eenheid. Als je niet weet wat je precies in moet vullen, dan kan je hier op de drie punten ernaast klikken. Klik op help. Nu wordt hier precies uitgelegd wat er ingevuld dient te worden. Vervolgens gaan we door naar de afmetingen.
En bij netto inhoud vullen we het aantal liters in. Als je de gegevens invoert, zorg er altijd voor dat de eenheden met elkaar overeenkomen. We gaan vervolgens door naar coding belastingtarief. Dit zal over het algemeen altijd wel hoog zijn. Volgen we startdatum beschikbaarheid, vul je in vanaf welk moment het artikel leverbaar is. Gaan we door naar indicatie levereenheid. Hierbij geef je aan of het artikel geleverd wordt, gefactureerd of besteld wordt op deze eenheid. Mocht het niet zo zijn, kan je de omdoos ook invullen of het waar of niet waar is. Voor nu doe ik even alles op waar. Indicatie variabel artikel geeft aan of het gewicht kan variëren van deze reeks. Het is altijd wel hetzelfde, dus in plaats van waar. En als laatste nog het type importclassificatie nog openstaan. Hier vullen we een intrastad. En die kiezen we altijd voor EU intrastad. Vervolgens kan je hierboven kan je dan de code invoeren. Dit moet altijd minimaal 8 karakters zijn. En zoals u ziet, bevat het nu geen fouten meer. We gaan nu de do-it-self product specifieke data invoeren. Daarvoor gaan we naar basisdata slash product specifieke data. Bij aanvullend klassificatiesysteem, dit plaatsen we op do-it-yourself, DIY. En aanvullende klassificatiewaarde plaatsen we altijd op 0. Vervolgens gaan we de field ID hierin invoeren. Als je deze niet weet, dan deze kan je terugvinden in het Benelux datamodel. Bij Commercial Attributes per brick plak je vervolgens dan jouw brickcode in. Dan krijg je precies te zien welke velden verplicht zijn en welke optioneel zijn. We gaan nu een verplicht veld gaan we invoeren. De kleurfamilie. Achteraan zie je ook het format vermeld staan. En dan kan je ook zien of het een textueel veld gaat, een picklist of een numeriek veld. Zoals je ziet is dit een picklist, dus kan je dus kiezen uit meerdere waardes. Onderaan zie je tabblad staan met picklist. Dan kan je de field ID hierin kan je kopiëren. En deze plakken we hier in de picklist. Heb ik nu voorgedaan. En hier zie je overal de mogelijkheden die in kan voeren. Let op, het is belangrijk dat je altijd de waardes kopieert uit kolom B. Niet vanuit kolom C. B is namelijk precies opgebouwd in de taal van de webinterface. En kolom C, zoals je ziet, bevat een hoofdletters en deze zullen dan afgekeurd worden. We plakken hier dus de field ID. Zie je automatisch aangeeft kleurfamilie. Als je niet weet waar je het in moet voelen, ga je nog een keer terug naar het model. En dan zie je achter ook staan property code. Dit kolom die in deze waardes in te vullen. Gaan we nu het volgende veld opvoeren. Wij willen bijvoorbeeld de verfbasis willen wij weten. Dus je hier dat de field ID 4021 is. Nou, we maken er verder van op waterbasis. Het gaat om een property code. Dus die gaan we eronder invoeren. Wat wij doen, we gaan dit veld gaan we kopiëren. Dan doen we nog één toevoegen. En op deze manier vul je de productspecifieke kenmerken en data in. Dit veld kan je zo vaak kopiëren als nodig, zodat je ook alle commerciële velden ook hierin kan vullen. Zoals je ziet, we hebben nog steeds geen fouten. Dan kunnen we het gaan publiceren. Dan doen we een publicatie voorvertoning. Je hebt de mogelijkheid om te publiceren naar de gele doelmarkt. Dus iedereen die een abonnement heeft op jullie gele nummer, die kan jouw data inzien. Of je doet een beperkte publicatie. Dit wordt het meeste gebruikt. Wij publiceren dan naar één specifieke retailer toe.
Vervolgens krijg je de vraag van een ontvanger of een groep. Je kan dan dus naar 5 verschillende of zoveel mogelijk verschillende kan je publiceren in je gewenst. Wij publiceren naar 1 enkele retailer. Opslaan en vervolgens doen we publiceren. Hij gaat nu weer automatisch terug naar het startscherm. En dan bovenaan zie je meteen staan dus het artikel gepubliceerd is. En dan kan je ook terugkijken naar welke retailers. Nu we het artikel hebben aangemaakt, gaan we nu een hiërarchie aanmaken. Hiervoor openen we het artikel. En klikken we rechtsboven op voeg toe aan de verpakking. We gaan een nieuwe verpakking toevoegen. Het is geen basiseenheid en nog geen consumenteneenheid. Aantal onderliggende eenheden geven dus aan hoeveel artikelen in de opendoos gaan. Ik doe nu even 2. Hier kan je nog 1 keer controleren. En vervolgens ga je een artikel maken. Hier vul je weer de gegevens weer in. Startdatum plaats ik weer op vandaag. Omdat we zojuist hebben aangegeven dat we leveren consumentenniveau, plaatsen we deze alles op niet waar. Dit is nog steeds geen variabel artikel. En het bevat geen fouten meer. Als je nu naar publicatie voor vertoning gaat, zie je aan de linkerkant nu de hiërarchie gebouwd zijn. 2 basiseenheden die gaan in de omdoos. Mocht je naast je ene retailer ook een ander willen toevoegen, kan je simpelweg de achtergrond plakken. Opslaan en volgens toe publiceren. En de hiërarchie is nu volledig gepubliceerd. Ik zal nu laten zien hoe je een Excel-export kan maken. Wij selecteren het artikel. Vervolgens doen we exporteren. Je hebt ook de mogelijkheid om te publiceren in XML, PDF of een product sheet. We gaan nu een Excel-export doen. Wij kiezen om ook de hiërarchieën mee te nemen en enkel de gevulde velden. Mocht je nou ook de lege velden willen meezien, dan kan je dit veld aanvinken en neemt ook alle lege attributen mee. Vervolgens doen we exporteren. Dit is het Excel-export. Zoals je ziet zijn de eerste tabbladen. De eerste velden hierin zijn altijd hetzelfde. Dus namelijk de GTIN, de doelmarkt en het GLN-nummer. En de rest die zijn afwijkend, verschilt dus per tabblad. Mocht je vanuit hieruit willen verder werken, dan kan je deze gegevens verder invullen en vervolgens weer uploaden. Dat doe je door dit te deselecteren. Vervolgens doe je importeren en kan je het bestand hierin uploaden. Je kiest vervolgens voor onmiddellijke publicatie. Mocht je nou de gegevens die ingevoerd hebben echt niet willen delen met jouw retailer, dan kan je opslagconcept, dan blijft die lokaal opgeslagen. En vervolgens doe je importeren. We gaan nu naar taken toe. Want hier kan je voortgang kan je hierin bewaken. Dan kan je zien of je goed gegaan is of mislukt is. Vervolgens ga je dan naar download mislukte artikelen. Dan kan je ook zien wat de fout is gegaan. En nu geeft hij aan, we cannot use access control. Hier klik je op. Dan geeft hij aan, dus deze GTIN is dus verkeerd ingevoerd. We hebben nu een verf ingevoerd. Mocht je nou verschillende soorten varianten hiervan hebben, dan is het handig om een schabloon aan te maken. Dan doen wij nieuwe schabloon. We maken een schabloon aan.
Hier vul je vervolgens de gegevens in. Weer de GPC-code. Vervolgens doen we opslaan. En dan zie je rechtsboven zie je het opslaan is gelukt. En vervolgens doen we een nieuw artikel van schabloon aanmaken. En als je hier dan je nieuwe GTIN invoert en je klikt vervolgens op volgende, dan creëer je een nieuw artikel met de gegevens van je schabloon. Wat we nu gaan doen is een media-afbeelding toevoegen aan het artikel. We gaan nu naar het tabblad Media toe. Vervolgens klikken we op Uploaden. En hier kunnen we het bestand naartoe slepen. Zorg er altijd voor dat het bestand begint met een GTIN met een voorlop 0, gevolgd door A1 en 1 of de C1 en 1. Meer informatie hierover kan je vinden op onze website bij documentatie specificaties productafbeeldingen. Vervolgens doen we acties. Voeg toe een artikel. Dan doen we toegevoegd. En dan doen we opslaan. Als we terug gaan naar artikelen, zou je kunnen zien dat de afbeelding is toegevoegd aan je artikel en er ook een afbeelding zichtbaar is. Als laatste zal ik laten zien hoe je een artikel correct dient te beëindigen. We openen het artikel. Vervolgens verander je de status van verzonden naar concept. Rechtsbovenin kan je zoeken naar het veld datumbeëindiging productie. De datum voer je in op vandaag, maar liever één dag in de toekomst. Vervolgens gewoon een publicatie voorvertoning. Alles staat er nog in en vervolgens doen wij publiceren. Het artikel is nu op de juiste manier beëindigd. En hierbij zijn we aangekomen bij het einde van deze webinar. Mocht u vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen op 020-511-3888. Of u kunt mailen naar accounts@gsn.nl. En voor technische ondersteuning kan je mailen naar info@gsn.nl. Bedankt voor het luisteren en een fijne dag verder.